hoe belangrijk het ook is om na te denken over de hermeneutiek, de leesregels en uitlegregels van de Bijbel. Er is één ding wat toch belangrijker is. En dat is de omgang met de schrift. Ja, het is belangrijk om rekening te houden met de genres en de verschillen en toch de eenheid in de gaten te houden. Het is belangrijk om een relatie te leggen tussen Gods bijzondere openbaring en Gods algemene openbaring. Het is lastig. Maar wel belangrijk om waakzaam te zijn als het gaat om de culturele inbedding van de Schrift en van ons lezen van de Bijbel. Maar weet je, je kan alles weten over hoe je de Bijbel zou moeten uitleggen, hoe je de Bijbel zou moeten lezen en wat de grote lijnen zijn van de Bijbel. Als dat woord van God een gesloten boek blijft, schiet je er niks mee op. Lees je Bijbel, bid elke dag. En ik ben wel bezorgd dat in onze tijd en in onze cultuur die omgang met de schrift er vaak bij inschiet. We leven in een beeldcultuur. Ja, dat roepen we al sinds de uitvinding van stripbladen. En dat was diep in de vorige eeuw. Maar die beeldcultuur krijgt wel meer en meer de overhand. Is er nog de innerlijke rust en de tijd om meditatief Bijbel te lezen. En lezen we ook nog de hele schrift, van kaf tot kaft? Als je drie hoofdstukken per dag leest, kun je er in één jaar doorheen zijn. Dat weet ik uit eigen ervaring, omdat ik al jarenlang via het Bijbelrooster van McChain de hele schrift elk jaar doorga. Wat is het heerlijk om zo thuis te zijn in de schriften. Ik zeg het niet als een verplichting, want er is vrijheid in de manier waarop je het doet. Maar leven met heel de Bijbel is ongelooflijk belangrijk in onze tijd. Want de duivel wil één ding: dat is Gods volk losmaken van Gods woord. Want hij weet, als dat woord van God niet meer de toon zet, ook in de praktijk van het dagelijks leven, dan is het volk van God reddeloos verloren. Laten we zuinig zijn op onze Bijbels. Laten we erin. Lezen en het elke dag overdenken. Misschien helpt het jou om een korter stukje te lezen. En nog een keer te lezen. En biddend te lezen: wat staat hier nu en wat betekent dat voor mij? Het is mooi om heel de Bijbel in een jaar door te lezen, ik geniet ervan. Maar misschien zijn die hoofdstukken, die drie hoofdstukken, ook wel een beetje veel van het goede. En zeker bij de spreuken, bijvoorbeeld, is het beter om over een paar verzen goed na te denken. dan om een heel hoofdstuk achter elkaar te lezen. en er een goed gevoel over te hebben dat je weer klaar bent. Drink het in. Zuig het op. Neem het woord van God in je op. En als je het lastig vindt om je te concentreren. misschien helpt het jou om hardop te lezen. Dat deden ze vroeger allemaal. Denk aan die. Moorman, die Aunug uit Afrika. Hij zat op zijn wagen en hij las de Bijbel uit het boekje Zaja. Hij las het hardop. Hoe weet je dat? Nou, Filippus hoorde hem lezen over het lam dat ter slachting geleid werd. En hij vroeg: "Hoe kan ik het begrijpen als er niemand is die het mij uitlegt?" Hardop lezen? Maar misschien heb je ook Behoefte aan een commentaar, aan een hulp bij de uitleg en bij het begrijpen van de Bijbel. Misschien maken we te weinig gebruik van de vele hulpmiddelen die er zijn voor Bijbelstudie, samen Bijbel lezen, samen erover nadenken. We kunnen nog zulke mooie regels hebben over de uitleg van de Schrift. Als de omgang met God en met zijn woord erbij inschiet, dan hebben we weinig aan die regels. Ik denk wel eens dat dat onderliggende probleem veel moeilijker is, veel gevaarlijker ook, dan verschil van mening over de uitleg van de Bijbel. Daarom zeggen mensen gemakkelijk in onze tijd, ja dat is de mening van Paulus, of ja dat is het Oude Testament, of ja dat, omdat ze niet meer hongeren en dorsten naar de levende woorden van God omdat ze de Bijbel beschouwen als ook maar een boek. te midden van al die andere stromen van informatie. en er vrijwillekeurig een selectie uitmaken. Als we leven bij de Schrift, biddend om de Geest. heeft God ook beloofd dat Hij ons, hoe kwetsbaar en hoe moeilijk de vragen soms ook zijn. In al de waarheid zal leiden. Die geest die zal van mij getuigen. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Hoe doet de geest dat? Door het woord. Of zoals Johannes schrijft: jullie hebben de zalving van de Heilige, de Heilige Geest. En jullie weten alle dingen. En niet dat christenen alwetend zijn natuurlijk, maar door de Heilige Geest. En dus door het Heilige woord, waardoor de Heilige Geest werkt. Geeft God genadig inzicht, wijsheid, om Zijn wil te verstaan en de moed om ook in onze tijd naar Zijn wil te leven. Dat hebben we nodig. Hermeneutiek is ten liefste leven met de schriften en dagelijks luisteren naar het Woord van God.